Welkom bij Barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het 25 graden. En binnen zit Jolanda Linders met Lily Hendricks van Haren. Welkom bij het nieuwe Barretje 0486. En mijn gast vandaag is Lily Hendricks van Haren. Welkom, Lily. Dankjewel. Ja, ik voel me zeer welkom hier. Dankjewel. Ja? Oh, nou, dankjewel. Ja, niet aan een barretje, want ik drink geen alcohol of wat dan ook. Dus, maar ik voel me hier toch meteen al thuis. Oh, nou, dat is heel belangrijk. Ja. Want wat gaan we doen? Ik heb een stapel kaarten. Die leg ik voor je neer. En daar kies je er eentje van uit. En die geef je aan mij. Die lees ik voor. En jij gaat daar het antwoord op geven. Oké. Okay. Dat is de bedoeling. Oké, okay. Dus, ben benieuwd. Ja? Ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Alsjeblieft. Nou. Dank ik zal niet kijken, want dan kan ik hem misschien nog ruilen. Ga meteen beginnen. Ja. Want mediterend bij de rivier zie je plotseling een forel tegen de stroom inzwemmen. Je bewondert hem om zijn kracht en eigenwijsheid. Al lijkt het je wel vermoeiend. Wanneer had jij de moed om tegen de stroom in te zwemmen? Wauw, wanneer had ik de moed om tegen de stroom in te stemmen? Nou, te zwemmen. Ik denk, kijk, toen ik in 2010 wethouder werd in de gemeente Boeksmeer, toen moesten wij, ik dacht dat het 2,5 miljoen euro was, bezuinigen. Dat is heel veel op een begroting van 75 miljoen. En toen hebben wij, ondanks dat men het niet wilde, hebben we toch tegen de stroom ingezwommen. En achteraf denk ik dat we dat heel goed hebben gedaan. Maar dat was wel een klus. Dat was wel iets. Wij stonden daar, ik weet het nog goed, Erik Ronnes en ik. Onze ene collega was op vakantie en de andere die had een burn-out. Wij moesten dat samen verdedigen. Dat was heel wat. En ik weet nog, de meander kwam met heel veel toeters en bellen. En die zeiden, nee, je mag op ons niet bezuinigen en noem maar op. We hebben het toch gedaan. En ik denk, ja, tegen de verdrukking, tegen de stroom in. En ik denk dat het wel goed uitgekomen is. Ik bedoel, bezuinigen doe je nooit graag, maar dan moet je echt gaan kijken van wat is nodig en wat is niet nodig. Dat hebben we toen gedaan. En ik denk dat ik toen wel tegen de verdrukking in gezwommen heb. Ja, was toen leuk. Was ik die forel, denk ik. Ja. Denk ik wel. Want, zo voelde ik me wel. Want voor de kijkers thuis, je bent wethouder in de gemeente Boeksmeer. Ja. En je hebt een portefeuille. En welke is dat? Ja, die is heel groot. Ik doe de jeugdzorg, ik doe ouderenzorg, kunst, cultuur, kermissen, evenementen, onderwijs, sport. Ja, ik heb heel veel in mijn portefeuille. Een hele grote portefeuille, maar een ontzettend leuke. Dus ik zorg voor min 9 maanden tot en met 100, zeg maar. Daar hebben we de zorg voor. En prachtig om te doen. En hoe lang ben je dan? Ik ben van 98 tot 2002 wethouder geweest. En ik ben het nu weer vanaf 2010. En in die tussentijd ben je dan ben ik raadslid geweest. Oké, okay, dan ga je weer terug? Of hoe? Dan kun je terug in de raad. Ik heb dat gedaan, dat is best moeilijk. Want dan heb je in de keuken gekeken en noem maar op. Toen ben ik toch 8 jaar raadslid geweest. En toen werd ik in 2010 weer wethouder. En ik heb het niet meer afgegeven. Nee. Zou ik dan ook niet doen. En voor welke, want ik neem aan dat je voor een bepaalde partij bent dan. Wat is jouw partij? Ik ben begonnen met dorpslijst Oefelt. Wij zaten toen met 2 personen in de raad. Maar toen wij in 2010 erin kwamen, toen hebben we gezegd, we fuseren met de partij in Beugen die 1 zetel had en de partij in Rijkenvoort. Dus toen werden wij ook een betere partner voor iedereen. En toen hadden wij dus 4 zetels en toen zijn we gefuseerd. En nu zijn we gefuseerd in het kader van een nieuwe gemeente Landverkuik met 7 andere partijen. In alle, in 3 andere kernen. Omdat Graven lange tijd dacht, wij doen niet mee. Dus hebben wij met die 4 gemeenten elkaar opgezocht. Anders zouden we 7 partijen hebben. Nu hebben we er maar 1. En die heet Team Lokaal. En als slogan hebben we lokaal de beste. Punt. Ja, maar het is ook zo. Wat leuk. Dankjewel. Ja, wel leuk. Dankjewel. Lokaal de beste. Ja, lokaal de beste. Vinden we zelf. En ja, ik zeg altijd, als je van jezelf niet vindt dat je het kunt, dan moet je niet meedoen. Dan moet je niet meedoen. Want je moet anderen overtuigen. Dan moet je toch eerst jezelf overtuigen. Dat is waar. Toch? Ja, dat is waar. Ja.
Volgende kaart. De volgende. Nou, pak ik. Oh, ik mag niet kijken. Nee, mag niet kijken. Oh, ik wil zo stiekem kijken. Ik ben je reisgenoot Hoop. Als je met mij reist, weet je niet wat er gaat gebeuren. Maar je vertrouwt erop dat het goed is. Uiteindelijk zal het ook goed komen, want dat is onze bestemming. Als we zouden horen dat morgen de wereld vergaat, planten we vandaag samen een boom. Is Hoop jouw vaste reisgenoot? Ja. Ja. Ik heb altijd hoop. Ik ben zelf heel erg gelovig. En ik geloof niet in toeval. Ik ga ervan uit al wat gebeurt dat dat goed is. Daar geloof ik in. En als dat zo is dat die wereld zou vergaan en we moeten een boom planten, dan doen we dat. Want ik geloof daarin. Ik heb daar geloof in dat er komt niks voor niks op je pad. Vorige keer dacht ik van dit is mijn laatste periode als wethouder. Überhaupt dat ik met de verkiezing meedoe. Nee, ik doe het nog een keer. Dat is op mijn pad gekomen. En ik doe het. Ik geef me over. En ik heb de hoop dat het ergens zin heeft. Dat ik iets dat ertoe doet. Dus echt jouw vaste reisgenoot? Dat is mijn vaste reisgenoot. Wat leuk. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Mooi om te horen. Ja. Nou, ik zal een beetje in de midden gaan. Ja, ik Oh, we hebben nog een reisgenoot. En ik hou helemaal niet van reizen. Nee, hè? Ik ben heel erg altijd landverkuik. Kan ik altijd zeggen, mijn jongens wonen in Amsterdam. En die zeggen wel eens, mam, kom hierheen verhuizen en voor geen goud. Ik gezegd, ik blijf hier in het landverkuik. Ben zelfs een beetje vast aan Oefeld. Dus nee, maar goed. Wel leuk. We gaan weer op reis. Ja, ik ben je reisgenoot verbondenheid. Als je met mij reist, zul je weten wat wij doen en later effect heeft op anderen. We zijn in onze verscheidenheid verbonden met alles en iedereen en dragen daarom samen verantwoordelijkheid voor wat er met ieder van ons gebeurt. Is verbondenheid jouw vaste reisgenoot? Ja. Ja. Ik kan het niet anders zeggen. Ja. Je ziet mijn antwoord wat ik straks gaf. Ja. Is verbondenheid absoluut mijn reisgenoot ook. Ja, ik kan het niet anders maken. Het een hangt samen met het andere. Ja, dat klopt. Misschien ook niet toeval dat we de twee kaarten achter elkaar trekken. Ja, want we kunnen niks anders vertellen als dat zo is. Ja. 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 Nee, dat is ook punt. 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 Ja, jij snapt. Ja, volgende kaart. Ik ga iets... Deze. Oh, het zijn wel... Pittige vragen, maar ja, goed. Ja, maar wel leuk. Want het zijn vragen waardoor je... Je gaat echt naar je innerlijke. Kijk, en ik wil aan de mensen thuis... ze ook weten wie de mens achter Willy Hendricks ja, is. Nee, dat is heel goed. Ja? Heel goed. Plotseling weet je het. Je gaat het helemaal anders doen. Je geeft alles weg. Zegt iedereen gedag en begint een nieuw leven. Hoe zou jouw nieuwe leven er ideaal gesproken uitzien? Hetzelfde. Ik denk echt datgene wat ik doe, wat mijn man doet, ja, dat voor ons voorbestemd was. Wij doen allebei ons ding. En mijn leven zou er niet anders uitzien, want ik ben gewoon hartstikke tevreden met hoe het verloopt en hoe het eruit ziet. Dus... Ja, alles weggeven, dat zal helemaal niet zo'n punt zijn. Mijn man die heeft ooit een kunstwerk gemaakt. En toen zei hij, ik voel nu wat kunstenaars voelen. Die hebben helemaal niets nodig. Die hoeven niks als ze moeten een keer kunnen gaan slapen en wat te eten hebben. Hij zei, ik zou zo, wat dat betreft, kun je alles afgeven. En ja, als dat zou moeten bijvoorbeeld om mijn leven weer opnieuw zo te leiden, zou ik het onmiddellijk doen. Ja, ik heb nergens... Ja, geweldig. Nee, maar ook om dan weer terug te komen op inderdaad het lot, hè, ja. Waar we het straks een keer eerder over hebben gehad. En de hoop dat je alles wat op je pad komt, het heeft altijd een betekenis. En je moet het aanvaarden. Ja, en als als je dat kunt, dan ben je ook heel rustig. Ik zeg niet dat ik dat altijd kan hoor, laat dat helder zijn. Want nu ook, hè, wat ik zei van ja, we doen het weer. Maar soms denk ik van, was dat wel zo? Ja, het is zo. Want het is op je pad gekomen. Ja, ik zeg het zelf ook altijd. Je komt niet voor niks al die mensen tegen. En mijn man zegt altijd, ja, dan ga je maar een stukje dood even. om weer een fase verder te komen. Ja. En dat is wel zo, maar dat stukje doodgaan, dat is wel verdomd moeilijk af en toe. Ja. En dan denk je, ja, waar ben ik aan begonnen? Waarom zou ik ook niet makkelijk doen? Waarom ga ik ook niet gewoon fietsen? Waarom ga ik ook niet gewoon lekker lunchen zoals iedereen dat doet? Waarom sta ik elke morgen om 6:00 nog op?
Omdat ik het leuk vind. Ja. Omdat ik als ik s'avonds ga slapen, als wij zondagsavonds, dan zeggen we tegen elkaar, kijken we elkaar aan. Mijn man werkt ook 60 uur in de week. En zeggen, morgen mogen we weer. Ja. Dus. Geweldig. Ja. Volgende kaart. Volgende. In de buurt van Cubio loopt een boosaardige wolf rond. Waarvoor de inwoners van het dorp doodsbang zijn. Behalve Franciscus, die vol vertrouwen naar hem toe gaat en een verbond met hem sluit. Zo doorbreekt Franciscus schijnbaar een uitzichtloze situatie. Heb jij wel eens het initiatief genomen om het kwaad in je omgeving te doorbreken? Om het kwaad in mijn omgeving? Ja, ik denk dat je dat altijd doet. Als jij kwaad ziet, dan probeer ik dat wel te doorbreken. En stap ik ben wel zo'n type die erop afstapt. Ik ben niet de type die dan dat uit de weg gaat. En nee, ik stap er wel op af en probeer dat te doorbreken, zodat het niet escaleert. Niet escaleert en dat je toch tot elkaar komt. Dat is wat je probeert. Dus ja, ik durf er wel op af te stappen. Zij het met lood in de schoenen, maar het doet wel. En dan denk ik maar weer even doodgaan. En dan ben je er. En dan achteraf zeg je, nou, top. En dan als je dan het resultaat ziet, dan denk je ook, ja, dit is het. Daar heb ik het voor gedaan. Nou, ik vind het wel mooi wat je nu al een paar keer zegt. Even doodgaan en weer verder gaan. Ja. Ja, zo is het ook. Ja, je komt voor zulke moeilijke beslissingen te staan. En dan denk je, oh weet je, hier kom ik nooit meer uit. En ik kan niet meer. En, nou dan, en zoals anderen zeggen, je moet eerst heel diep zakken. Ja. Wil je er weer bovenop komen. En dat is ook dat wat je bedoelt. Hè? Dat is even het. Doodgaan en weer door. En dan kom je er ook weer beter uit. Altijd. Maar goed, als je in dat diepe dal zit, dan denk je wel even, hoe kom ik hier wel uit? Ja, je komt eruit. Je komt eruit, kan ik je garanderen. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Ja. Je komt er wel uit. Ook tegen de kinderen. Er is altijd een oplossing. Ik zei wel eens tegen mijn schoon, het komt altijd goed. Toen zei ze tegen mij, en dat vond ik wijze woorden, het is goed. En ik dacht, als je dat kunt zien, want dat is toch weer was voor mij ook weer een andere kijk. Want ik zeg altijd, het komt goed. Dan zei ze, nee, het is goed. Dus als ik in dat diepe dal kan zeggen, het is goed, dan heb je weer meer vertrouwen. Dan heb je ook weer 50% gewonnen. Dan ben je er alweer. Dan ben je weer aan het klimmen. Toch? En wie horen we hier? Ja, Eric Clapton. Dus in dit gesprek stop maar met de muziek. Want dan word ik ook nog emotioneel. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Jawel, ja, er zit zoveel in voor mij. Daar zit de hoop in. Daar zit het verdriet in. Hè? Het verdriet wat iemand heeft gehad doordat hij zijn kind is verloren en noem maar op. Maar ook de hoop dat ze elkaar straks weer zien. En dat je elkaar weer tegenkomt. En dat een soort hereniging. En dat geloof heb ik ook. Nou, maar dat is zo mooi, hè? Want je bent gelovig, hè? Heb je ook gezegd. En dan is dit liedje, weet je. Als je emotioneel bent, dan drink je altijd, hè? Ja. Televisie. Ja, maar dit is thee, hè? Voor de kijkers thuis, dit is thee. Ja, dat drink goed. Maar dat je elkaar inderdaad weer terugziet in de hemel. Ja. Nou, ja. Dus je komt elkaar. Ik geloof daarin. Ja, maar dat is mooi. Mooie houvast. Ja. Ja, als ik dat niet zou hebben, dan denk ik, waar zijn we toch allemaal mee bezig? Ik respecteer heel veel mensen die dat gewoon niet meer hebben. Maar gelukkig, mijn man en ik hebben dat allebei. En we hebben daar heel veel houvast aan. Ja, en dan is zo'n liedje inderdaad. Dan raakt zo'n liedje je nog extra aan, vooral gezien het verdriet wat er ook achter zit. En ik heb ook gedacht, want ik dacht wel, zo'n vraag zou wel komen over muziek. Toen dacht ik ook van Ramses Shaffi vecht, zing, vecht. Ja, lach, huil. Lach, huil, bid. Bewonder. Bewonder. Al die woorden die daarin zitten, dat is het leven. Ja. Dus dat zit ook in één liedje. Maar er zijn zoveel mooie liedjes. Zo heb ik het nooit bekeken, wist je dat? Ja, maar zo is het. Nee, maar nu je het zegt, en ik zeg het ook hardop, want ik ken het nummer. Nee, ja. En jij geeft aan, er zit alles in. Er zit ook alles in. Ja, en als je kunt zingen en er zit blijdschap, alles zit erin. En als je dan zo'n man ziet die dat doorleefd heeft, dan denk ik, heeft dat nog extra betekenis. Ach, mooi. Zullen we de volgende pakken? Ja, we pakken de volgende. Want anders dan. Verliefdheid of een plots succes geeft je vleugels. Ja. Wat gaf jouw vleugels in het leven?
nou, wat gaf mij vleugels? Ik had voor mezelf, toen ik als kind, had ik altijd wel een bepaald beeld zoals ik zou gaan leven en doen. En ik ontmoette mijn man. En ja, dat gaf me natuurlijk vleugels. Dat was de verliefdheid. En ik kreeg 2 prachtige kinderen. En als ik zie wat we samen gedaan hebben en als ik zie wat ik kan doen. En ook bijvoorbeeld, vleugels geeft mij ook als ik iets kleins voor mensen kan betekenen. Als iemand mij belt en zegt, verschrikkelijk wat hier gebeurt in mijn huis. Ik zou zo graag een ander huurhuis hebben. Kunt u iets voor me betekenen? En ik kan daarin bemiddelen. Ik zeg niet dat ik dat kan, want anders wel straks iedereen, ik wil een ander huis. Nee, maar het raakt je wel. Ja. En dan denk ik, dit is het. Hier doe ik het voor. Ja. Dus dat geeft mij vleugels. En zo krijg ik dus per dag dit gesprek. Dat geeft mij vleugels. Nou, dus dat vind ik gewoon mooi om te doen. Ik krijg per dag heel veel vleugels. Dat ik wegvlieg hoop ik nog niet. Nee. Nou, kijk, dat is belangrijk. Elke kleine keer een veertjes erbij. Ja? Elke keer. Ja. Elke keer. Volgende vraag. Op een stille herfstnacht verschijnt de maan hoog boven de horizon. Ze heeft geen vurige stralen die alles in vuur en vlam zetten. Zij staat in alle bescheidenheid als een kwetsbaar hemelslichaam in de lucht en geeft zo de aardedonkere nacht een prachtige glans. Durf jij jezelf kwetsbaar en bescheiden op te stellen of ben je bang dat er dan over je heen gelopen wordt? Nou, mensen die me kennen zullen wel zeggen, nou, Willy Hendricks, daar loop je nooit overheen. Want die weert zich wel. Maar ik denk wel dat ik me kwetsbaar durf op te stellen. En bijvoorbeeld ook als je... Ik weet nog toen ik begon aan het wethouderschap. Toen werd mij gevraagd in 2010. Nee, in 1998 werd aan mij gevraagd, wil je wethouder worden? Ik was er naar mijn gevoel niet klaar voor. En toen zei ik tegen mijn man, ja, oh, ik kan het niet. En daar in het Grote Boksmeer, want ik kwam van Oefeld af. In het Grote Boksmeer, ik werd toen niet echt geaccepteerd. Ik was de eerste vrouwelijke wethouder. En toen kreeg ik ook de wijze les van, blijf altijd jezelf. En als je jezelf blijft, vind ik, dan stel je je best kwetsbaar op. Ja. Want je kunt iets spelen, maar ik heb het nooit... Tenminste vind ik zelf nooit iets gespeeld. Ik ben altijd geweest wie ik was. Bits, leuk of niet, ik was het. Ja. En als ik verdrietig was, want ik heb wel eens verwijten gekregen, ook in de raad. En dan voelde ik de emotie en dat durf ik te tonen. Ik kan niet anders, dat zag je net wel. Dan komt het en het is toch. Maar dan denk ik, ja, dan ben je ook kwetsbaar. Maar ik durf dat wel. Ik vind dat niet erg om te doen. Ik hoop dat iedereen dat zou... Ik vind eigenlijk dat iedereen dat zou moeten kunnen. Dat er zo'n omgeving gecreëerd werd. Dat iedereen zegt van, ik ben wie ik ben. En de ander, ja, die accepteert dat of niet. Dus wat een mooie mens ben jij. Dank je wel. Ja. Zal niet iedereen met je eens zijn, want sommigen zeggen het is een grote bitch. Die zijn maar je bent wel jezelf. Ik ben helemaal mezelf. Ik bedoel, het is what you see is what you get. What you see is what you get. Dus niet moeilijk over doen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Ja, nou, dat bedoel ik. En ook geen schaamte hebben. Want dat ook. Nee, kijk, als je schaamte, dan wil je nog wel eens wat spelen. En ik zeg altijd tegen mijn kinderen, het is zo jammer dat je ouder moet worden om te weten hoe meer je jezelf bent, hoe fijner het is en hoe beter het is. En hoe makkelijker het is. En hoe makkelijker het is. Ja. Maar het is jammer dat je daar ouder voor moet worden. Ja, nou, ik probeer mijn kinderen wel altijd ook, eerlijk zijn. Ja. Altijd jezelf zijn. Dat je hoeft vooral. Je nooit anders voor te doen. En dat vooral, dat eerste, dat eerlijk zijn. Want dat kan ik niet tegen. Nee. Als mensen niet eerlijk zijn, ik zal het wel vergeven. Maar vergeten, nooit. Nooit. Nee. Nooit. Nee, herkenbaar. Ja? Ja, volgende kaart. Oh, we zijn er bijna. Even kijken. De duivel is een gevallen engel. Gestruikeld over een slechte eigenschap. Welke slechte eigenschap doet jou soms struikelen? Welke slechte eigenschap doet mij? Ik zal er ongetwijfeld hebben hoor, daar twijfel ik geen seconde aan. Maar dat ik voor mezelf weet. Ja, misschien... soms moet ik eerst tot 10 tellen. Ik heb dat wel steeds beter geleerd. Ik zit zelfs wel in gezelschappen. En dan zeg ik 21, 22, hardop. Zodat iemand weet dat ik eigenlijk iets wil zeggen, maar wat ik niet doe. Ik ben soms te snel met mijn mond. Dat ik te snel, dat is misschien wel een minder goede eigenschap. Maar ik heb hem. Je weet het. Hè? Je bent al aan het tellen. Ik ben soms, kan ik tellen, maar soms tel ik dus niet. En dat is niet altijd goed.
Snap je? Dat is denk ik wel een minder goede eigenschap zijn. Kan bij mensen wel eens... Ja, maar is ook wel weer die eerlijkheid. Ja, maar dan ben ik het ook kwijt. Ja. Dan heb ik het gezegd en klaar. Dan zet ik er ook een streep om. Ja. Klaar. Ja. Maar ik moet wel kunnen zeggen. En dat is soms iets te snel. Ja, nou oké. Okay. Eén kleine eigenschap. Ja. Laatste kaart. De laatste. Even kijken. Jasmijn is de bloem van de tederheid. Een antwoord op de verruwing in de samenleving van vandaag. Beantwoord die verharding met tederheid. Geef morgen een bosje jasmijn aan iemand met wie je nog iets goed te maken hebt. Wie wordt de gelukkige ontvanger en waarom? Nou... Kijk, ik weet best wel met wie ik iets goed te maken heb. Dat weet ik wel. Maar ga ik hier gewoon niet zeggen. Dat is gewoon zo. Maar ik weet dat wel. En als ik voor mezelf thuis ben, dan denk ik ook wel eens... Godverdomme, waarom? Waarom doe je zo? Waarom? En dan denk ik, ja, je zou moeten kunnen zeggen dat. En dat is toch nog best moeilijk soms. Dat is zo. Maar je weet het wel. Je weet gewoon dat ik dat misschien goed zou moeten maken. Maar... En misschien, dat kan ik ook zeggen, mijn kinderen, dat heb ik ook in een interview gezegd. Mijn kinderen zeiden, mam, ga alsjeblieft niet weer voor het wethouderschap of het raadslidmaatschap. Want wij merken toch dat jij qua aandacht ook daar bent. Dat is zo. Kijk, als wij zondags in Amsterdam zijn, dan kijken wij elkaar aan. Ja, we moeten naar huis. Morgen gaan wij weer met plezier werken. Maar dan ben je dus al een beetje weg. Dus misschien moet ik... Ik hoop nog voor 4 jaar gekozen te worden. En dan moet ik over 4 jaar iets goed maken met mijn kleinkinderen en mijn kinderen. Dat zou kunnen, maar ik zeg altijd, het gaat niet over het vasthouden en het tweede kwad. Proberen mijn kleinkind. Dat heb ik dus nu. Ben ik ontzettend trots op. Ik wist niet dat het zo mooi was. Maken jullie ook nog mee. Maar we proberen hem in ieder geval 1 keer in de 2 weken te zien. Ja, en dan denk ik, ja, kinderen hebben ook allemaal hun eigen dingen. Dus ik denk, ja... Zou ik moeten oppassen? Ik heb vroeger altijd gezegd, nee, ik ga niet structureel oppassen. Want ik heb dat voor jullie gedaan, ben ik thuis gebleven. Heb ik mijn werk neergelegd toen en om voor jullie er te zijn. Dus dat ga ik niet structureel doen. Maar ze kunnen altijd een beroep op ons doen. En ja, en maar dan merk je dat je werkt. En als ze dan ooit vragen door de wind, ja, dan moeten wij nee zeggen. Ja. En dat, misschien moet ik dat nog een beetje goed maken. Oh, oké, okay. Dus een bosje jasmijn meenemen. Ja, op zijn minst. Nou, ik hoop echt van harte dat je... nog gekozen wordt voor 4 jaar. Want ik denk dat hoe je bent als mens en wat je allemaal doet en wat je allemaal gedaan hebt. Ja, ja, dat hoop ik ook. Dat gun ik je van harte. Nou, dankjewel. En ja, persoonlijk, de reden waarom ik het nog doe, is ook dat ik vind... Kijk, ik ben een grote aanjager geweest van 1 landverkuik. Ondanks dat de burgers zeggen, wat hebben we eraan? Die voelen dat ook niet zo direct, maar qua bestuur heb je je redenen om te herindelen. En dan denk ik, ik heb A gezegd, dan kan ik niet andere onervaren mensen ermee opzadelen om die eerste 4 jaar daar iets... goeds van te maken, want die hebben hard nodig. Nee, want je hebt het hele traject meegemaakt. Je weet wat het daarvoor was. Daarom zeg ik, doe alsjeblieft de eerste 4 jaar. Daarna maakt het allemaal niet meer uit. Doe die eerste 4 jaar ervaren mensen die weten waar ze het over hebben. Ja. Die weten wat is afgesproken in Mil, in Sint-Antonius, ja, in Kuik, ja, in Graven en in Boksmeer. Ja. Zet er die neer. En dat is de reden dat ik nog meedoe. Nou, dus super. Heel veel succes. En dank je wel voor het... Fantastische interview. En ik heb een cadeautje. Ik heb een cadeautje. Nou. Krijg voor mij een hele mooie 04 barretje. Kijk, 6 beker. Nou, heel, heel erg bedankt. Ja, ik zal hem met trots aan mijn man doen. En ik zal vragen of hij niet kijkt. Want hij zal zeggen van... Wat heb je toch allemaal gezegd? Nee. Maar, ik denk dat hij super trots ja, is op nou, je. Ja, nou, dank je wel. Dat weet ik wel zeker. Ik geef een mooi plaatje. En heel erg bedankt. Jullie heel veel succes met het programma. Ik sta echt verbaasd wat we hier in Graven ook nog hebben. Alhoewel, ik kom vaak in Graven. Ik vind Graven ook een prachtig stadje. Ja, denk erom, hè. Ik heb de familie wonen. Ja, stadje. We hebben 32 dorpen, 1 stadje en stad. En ik zal het nog mooier maken. Dus ik vind Graven ook prachtig. We hebben straks met Landverkuik zoveel moois. Daarom. En daarom doen we dit ook. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor dit interview. En tot een volgend barretje. 04 Access barretje. Goed zo.